Ja, er is dus nu ruimte voor het stellen van wat vragen, wat verduidelijkende vragen over ofwel nou ja, de app continu inzicht in het algemeen, die pas ik dan door naar Bas, of wat vragen over de verschillende cases en daar zullen denk ik de verschillende sprekers bij moeten helpen met het beantwoorden. Ondertussen starten we ook een zogenaamde woordwolk op. Ik weet niet of jullie allemaal weten wat het is, maar je kunt via je telefoon inloggen en dan kun je een aantal nou ja, woorden of ideeën of gedachten alvast opgeven. En die verschijnen dan meteen op het scherm. Ik weet niet of dat anoniem gebeurt of dat je naam en telefoonnummer er meteen bij verschijnen. Maar wees wat genuanceerd zou ik haast willen zeggen. Maar terwijl dat dan wordt opgestart, ondertussen dan de gelegenheid tot het stellen van wat vragen. Wie heeft er een vraag, wie wil iets meer weten? Gert? We hebben in een aantal presentaties een webapplicatie gezien van HKV. Waarin je kan zien in kleuren, een fragility curve versus waterstand en wat vergeten van actuele veiligheidsbeeld. Het idee is om beheerderskennis ook te verbinden, dus dat is de hele technische kant. Zijn er ideeën over hoe je dan de beheerderskennis kan verwerken in het plaatje ook? Ja. Kan ik het over zeggen? Dat hebben we niet laten zien. Hè? Ik denk in de case met Rivierenland dat het meest aan bod komt. En ook in het vervolg hè, wat erbij zit. Het idee is dat, dat we ook meldingen eroverheen presenteren. En hè, de meldingen uit het veld. En dan zie je dus waar die overeenkomen met het oordeel en niet. En in het plaatje van die waterkeringen met die kleurtjes die je ziet. Dat groen, geel, rood. Daar kun je nog maatregelen in nemen. Dan wordt dus de faalkans aangepast, hè, want je neemt die maatregelen waardoor het beter wordt. Maar je kan ook een beheerdersoordeel nemen. En dan stel je dus de kans bij, waarbij je bijvoorbeeld kan zeggen van hier was het code oranje, maar daar is helemaal niks aan de rand. Dus daar wordt het code groen. Maar de andere kant op kan ook. Hè. Dus dat is eigenlijk een inschatting die in het actieteam of in het operationeel team wordt gemaakt, waarin die dingen dus samenkomen. En dat leidt tot de informatie op basis waarvan je dan daadwerkelijk gaat handelen. En ook die je dan, naar mijn idee, in iedereen geeft. Duidelijk, denk ik. Zijn er meer vragen? Jaap. Ja, eigenlijk een vraag aan de directeur. Wie? Wie? Zal ik jou niet geval geven? Nou, weet ik niet. Gaan we even afwachten. Een databeheer vraagt natuurlijk ook behoorlijk wat capaciteit als je dit allemaal wil optuigen. Kun jij een pleidooi bij je mededirecteuren houden en het zo geloofwaardig maken dat zij je allemaal begeleiden in dit proces? Microfoon. Nou ja, ik zei in mijn verhalen al, ik hou van de why, the how, the what, hè? En daarin dan de lijn van effectiviteit en efficiëntie. En als ik het dan heb over data, dat is niet alleen in deze sector, maar overal, dan gaat het ook over need to know en nice to know. Dus helemaal losgaan in nice to know als professionals en meten tot je in ons weegt. Maar het verhaal dus ook hebben van dit hebben we echt nodig om veiligheid te garanderen in ons gebied, in Nederland, in et cetera. Dus volgens mij gaat het ook over dat je dat verhaal dus kunt vertellen en er een visie op hebt van hoe ver je daarin gaat. Zowel in het kennen van je areaal als het omgaan met onzekerheden in je areaal. Je weet gewoon niet alles. Dus wat is je handelingsperspectief, hè, waar Leen het ook over had, als het dus wel fout gaat. Dus ook in die meerlaagse veiligheid blijven denken, wat mij betreft. En nou ja, wij doen niet voor niks mee als Waterschap Rijn IJssel in dit project. Dus ik denk dat op zich bij ons de overtuiging er wel is dat we nou ja, data nodig hebben en metingen moeten doen. En het niet alleen maar van beheerdersoordeel moeten hebben. En nou ja, dat blijkt ook wel. We hebben, dat is voor mijn tijd hoor, ook een e-strategie vastgesteld. Dat heeft de hele waterschapssector volgens mij ook wel gezegd. Van we moeten veel meer met digitale transformatie en zo. Nou, dat is ook overal aan de orde trouwens. En die e-strategie geeft ook heel erg aan dat wij echt de overtuiging wel hebben dat we meer data gedreven moeten werken. Er wordt echt ingezet op geo, op het gebruik van GIS, op het vullen van data, om het goed met elkaar definiëren van basisregistraties. Waterschapbreed, dus ook voor het veiligheidsdomein. Dus ik zie daar wel heel veel overtuiging al in zitten in het waterschap. En ik loop daar nu 5 maanden rond. Dus ik denk dat we dat wel vast kunnen houden. GIA is gebouwd. Nou ja, er wordt geïnvesteerd inderdaad vanuit de e-strategie op extra, ja, hoe noem je die daar? Data scientists, data managers, weet ik veel.
Hoe die functies allemaal heet, weet ik niet. Maar in ieder geval mensen die ook, die hebben ook bij waterkeringen zitten. Die gewoon met geo-informatie je dingen doen. Ja, kijk Niels even weer aan. Ja. Een gegevensbeheer. Gegevensbeheren, ja. Dus ik merk wel dat daar echt wel op geïnvesteerd wordt. En dat begint wel bij het goede verhaal. Ook zo'n e-strategie, dat is dan toch belangrijk. Dat je een goede verhaal hebt. Dat je ook bestuurlijk dat kunt uitleggen. Van kijk, we hebben daar gewoon geld voor nodig. En dit is wat erachter zit. Het doet ertoe. Want iedereen vindt alles belangrijk. Altijd vanuit zijn eigen vakgebied. Ik denk dat wij die lijn gewoon vast moeten houden. Dus ik hoop dat dat bij anderen ook een beetje zo is. Iedereen is stil. Zijn er nog meer vragen? Er zijn geen vragen. Ik was benieuwd. Wij zijn ook heel erg druk met beoordelen en beoordelingen. En nu het taalkans uitgereden. Nu proberen we het in hokjes te doen en in de consumentenbotcategorie. Maar tegelijkertijd proberen we taalkans uit te rekenen. Waar we nu in de beoordeling tegen aanlopen is dat het... nogal lastig is hè, om echt een taalkans uit te gaan rekenen. Getalsmatig. Dus we geloven wel de uitkomst die we hebben in het gedifferentieerde beeld en dat het flink in de bak moet. Maar het getalletje wat we erbij uitrekenen, daar hebben we nog wat moeite mee. Als je kijkt naar die fertility curves, heb je daar dan een beetje mee gestoeid? Zeg maar. Als je kijkt naar de uitkomsten vanuit een beoordeling, echt is gedaan. Hoe past het in een fertility curve? Snap je mijn vraag? Ik snap je vraag. Het beeld, ik denk dat het een heel mooi toekomstplaatje is, zeg maar. Maar ik neig nu een beoordeling dat mag die taalkans uit gaan rekenen. Dat is dat heel erg lastig. Ja. Ja, gelukkig is dat dan wel die optie om het beheerdersoordeel erin te brengen. Dus daar kun je nog wat. Zo nodig wat realiteitsgehalte in de waarde van die fertility curve doen. Ik denk dat, hè, als we kijken voor die kanaalkade, wat daar gewoon voor ons geval wel heel nuttig is, dat het niet zozeer gaat om de absolute taalkans die je uitrekent, als wel de toename daarvan bij het stijgen van je grondwaterstand. Dan is meer die kwetsbaarheid een belangrijke indicator voor of er iets ernstigs aan het verslechteren is, of hè, dat het allemaal ongeveer blijft wat het nu is. En als er nu niks gebeurt, dat je dan denkt van, ja, dan houdt het ook goed kunnen gaan met de waterstand of de neerslag die er aankomt. Dus daar zie je een wat meer relatieve toepassing dan dat we nou echt in absolute zin denken van als het een duizendste punt zeg maar boven de norm blijft dat je dan niks gaat doen en eronder denkt dat het meteen allemaal problemen zijn. Dat is dan erg vanuit de regionale keringen van Rijkswaterstaat gereageerd. Maar of jij een wat generiekere reactie hebt? Ik denk als je voor de primaire waterkeringen, de case bij Brabantse Delta, Rivierenland, Rijn en IJssel, daar is de fragility curve stel je op basis van de meest actuele informatie. Hè? Dus dat zou in de ideale wereld nu denk ik zijn op basis van het WBI. Dus in zekere zin zal die curve, als je die curve klakkeloos bepaalt met het WBI, zal die dezelfde antwoorden geven. Maar ik denk dat dat wat die curve ook biedt, is inzicht in het hele bereik. Hè? Dus je kijkt niet alleen naar de normwaterstand, maar je ziet ook wat er bij lagere waterstanden kan gebeuren. En ik denk dat de meerwaarde vervolgens is dat je gaat kijken van, hey, die getallen die eruit komen, die zijn vreemd. Ik denk het ook, hè? Die zijn heel hoog, onverklaarbaar hoog. Maar dat komt ergens door. Dat kan komen dat de schematisatie niet goed is. Hè? Dus dat je data toch op een of andere manier moet aanpassen. Het kan zijn dat gewoon de rekenmodules... dat daar nog wat aan schort. Maar er zit ook de faaldefinitie in. En bijvoorbeeld voor piping is de faal, we veronderstellen falen nog niet op het moment dat de waterkering daadwerkelijk faalt. Dus die kennis zou je voor de operationele toepassing kunnen toevoegen middels het beheerdersoordeel. Dat je zegt van ja, ik overroel de uitkomsten en dat levert een nieuwe fragility curve op. En op termijn moet dat natuurlijk samenkomen. Dus ook die verbeteringen kun je hiermee beter agenderen. En met het beheerdersoordeel dus wel overroelen, zodat je er nu mee kan werken. Nog een laatste vraag. Ja, jouw naam ken ik niet. Maar... Henk van der Wel, ik werk bij Huns en Haast. Afgelopen zomer hebben wij natuurlijk ook droogteinspecties gedaan bij de veenkeringen.
En ik heb zelf ook op die dijken gelopen. En dan zie je inderdaad de scheuren, je ziet de droogte, je ziet aan de oppervlakte. Maar je zou eigenlijk in die dijk willen kijken. En bij continu inzicht had ik eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat er wat nieuwe technieken misschien zouden komen ten aanzien van sensoren of dat soort dingen. Want ik zie droogte, neerslagtekort zie ik langskomen, daar maken wij ook gebruik van. Grondwaterstanden, natuurlijk allemaal bewezen technieken. Maar bij veenkeringen zou ik bijvoorbeeld ook verwachten, want in allerlei werkvelden zie je een sterke ontwikkeling met allerlei sensoren. Dat je bijvoorbeeld ook sensoren zou krijgen die bepalen van nou, wat is nu het gewicht van de dijk? Want je wilt voor een veendijk wil je weten, is die nog zwaar genoeg zodat hij de waterstand kan keren? Zijn daar nog nieuwe inzichten in opgedaan? Of Nog niet, in dit kader nog niet. Behalve dan de constatering dat het wel heel belangrijk is om dat te kennen. Want wat ik al zei, zo'n fragility curve is leuk om die uit te rekenen. Maar dat doe je dan op basis van een veronderstelde toestand buiten. Maar je moet dat buitenbeeld nog wel koppelen aan aan het binnenbeeld. Om maar de zin van iemand anders te pikken. We zijn nu wel bezig met het opzetten van een soort monitoringssysteem. Dat is een initiatief van DGWB. Ik vertrek het uit Harsta, maar daar zijn we van de Rijkswaterstaat wel op aangehaakt vanuit het NKWK-kader. Om eens te kijken wat er allemaal vanuit de lucht kan worden gemonitord, kan worden waargenomen. Dat is wat lastiger dan je soms denkt. En sommige technieken lijken ook wat veelbelovender gepresenteerd te worden dan dat ze eigenlijk echt zijn. Maar dat is wel een hele belangrijke vervolgstap. Om vlakdekkend vanuit de lucht, sommige satellieten komen elke 4 dagen over, geloof ik. Toch een beeld te hebben van je grondwaterstand in het ideale geval, dat zou geweldig zijn. En nog een paar kenmerken daarvan. Geometrie van de dijk en soms zou je het liefst zou je natuurlijk, het allerliefst zou je de stabiliteitsfactor vanuit de lucht willen meten, maar dat lukt dan niet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal parameters die daar wel een indicator voor zijn. En dan is dat niet het grondwaterstand zelf, want in een dijk kijken vanuit de lucht is toch nog wel vrij lastig. Maar het vervormen van een dijk kan wel iets zeggen over zwel en krimp, wat zit voor materiaal zit erin en wat is dan de uitdroging op dat moment. Dus er wordt nu wel gekeken naar welke indicatoren zijn er vanuit de lucht waarneembaar en geven toch indirect een beeld van wat er met de dijk aan het gebeuren is, van binnen en van buiten. Want eigenlijk een beetje dat speelt wel. Dat is wel nog echt een initiatief wat aan het opstarten is. Dus dat... aan het opstarten, het woord zegt het al. Precies, Delfland wilde eerst een ruimtelijk beeld, maar dat kan Peter denk ik beter vertellen. Dus de eerste stap is ruimtelijk beeld van het neerslagtekort en die kijken nu ook wel met Miramal en dergelijke. Ja, precies, dat is een pilot die we van Stoa wilden gaan doen bij 2 waterschappen. Ja. Om toch eens te kijken, want het is wel leuk om te weten hoe droog het weer is, maar je wil weten hoe droog je dijk is. Een droog weer wil niet altijd hetzelfde zeggen als een droge dijk. Dat is een ontbrekende schakel. Dus dat is een van de pilots waar we misschien vanuit Stoa wat mee wilden gaan doen. Ludolf is er niet, dus ik kan dat nu al makkelijk toezeggen. En morgen hebben ze ook een workshop over. Ja, want wij hebben afgelopen zomer bijvoorbeeld ook gewerkt met die infraroodbeelden van drones. Ja. Ja. Maar dan zie je met infrarood eigenlijk precies hetzelfde wat je in het veld ook ziet. Want ik kan wel zien, als die dijk mooi groen is, dat die nog genoeg vocht heeft. Ja. Dus ja, dat gaf mij eigenlijk niet dat extra inzicht waar ik naar op zoek was. Want je wilde eigenlijk in die dijk kijken. Ja, helemaal eens. Ik durf ook wel bijna de stelling aan dat over zo'n dijk lopen, dat is sowieso goed om te doen. Maar de echte bedreiging zit van binnen en die neem je niet waar met alleen maar eroverheen lopen. Dan moet je toch af en toe eens in de dijk proberen te kijken. En inderdaad grondwaterstand kennen en hoe droog is dan de onverzadigde zone ook aan het worden. Goed, dat was wat mij betreft de laatste vraag.